Goeiedag dames en heren, Jos en Pierre. Je suis hier op dit kanaal met weer een iets en vandaag staan we hier in Linn. Ja. In een stiltegebied. En een stiltegebied, dames en heren, dat is een gebied waar het echt stil is, hoe de flora en de fauna zijn in gang kunnen gaan. Wee! De flora en de fauna. Ah, en die zeggen nooit niks. Nee, flora en fauna, dat zijn dieren en planten zijn dat, Pierre. Flora, die blaffen alleen nee, maar. Nee, die blaffen of die ja. Weet ik wat die doen. En hier in zijn stiltegebied, daar is het echt stil en dan kunst je echt naar de stilte luisteren. Echt naar de stilte. Is dat leuk, stilte? In Nederland hebben ze 650.000 hectare van dat stiltegebied. En 31 van die stiltegebieden liggen hier in Limburg. En verstaan hoe een eind. Luister maar. Wat is uw zwaan als ze nu stil moet zijn de ganse tijd? Houd ik nu even stil, nu luister. Wien? Naar de stilte. Luister. Hoe was ze dat dan? Oké, wacht. Luister nu. Doe het al lang? Ja, luister nog maar even. Nou, lekker stil hier in het stiltegebied van die. Ja, Pierre, dat mag gewoon niet. Je mag ze niet komen met auto's in een stiltegebied. En een boer met zijn tractor mag je komen met een auto niet. Grondsprayen? Ja. Spaghetti. Het is niet te geloven, hè. Dit is steeds hier midden in het gestilte gebied en dan komt de vrachtwagen weer aan. Toen zei ze, je kunt geen vrachtwagen hier. Ja. Je kunt er weer, Ho. Hé, hey, kom eens even eruit. Ja. Wat riet zich hier met de vrachtwagen? Ja, als je werkt, kijk, moet je werken niet, ja. Ja, maar dat is een stiltegebied hier. Dat is die gaan niet. Dat is 3 kilometer verderop, dat is Dijkhandel. Oh, 3 kilometer Dijkhandel. Oh ja, sorry dan. Ja, okay. Oh ja. Kijk, Pierre. Ja. Hier is het daar. Moet het hier zijn? Hier is het stiltegebied. Ik waar het ook. Ik waar niks. Ja, dat is het omtjes. Oh. Dat is in een stiltegebied. In een stiltegebied waar zie je allemaal niks. En dat is, daar mogen wel lui komen. Dan kan ze ook aangenaam verpozen. Dan mogen ze met een hond wandelen en zo. Oh, toch? Maar dan mogen ze niet meer als 30, 35 decibel geluid produceren. Nee. Toch heet het om. Maar dan mogen ze geen bel gebruiken. Decibel. Oh, is dat 30, 35% decibel meer mogen ze niet gebruiken. Want anders wordt ze gewoon verwijderd door zijn stiltegebied. Dat is hartstikke chic. En het is chic, dames en heren, dat we hier in Limburg ook een aantal van die stiltegebieden hebben. En Suswaal mag er landbouwvoertuigen, die mogen wel. Want een peer met een kar. En een tractor mag ook nog. Of een ezel. Ja, maar dan hebben ze het ook of gehad. Een ossenwagen. Nu maar gaan. Ja, ossenwagen. Dat zien ze niet meer. Die hebben ze niet meer. Oké. Dat is het. Hey, daar komt de vrachtwagen. Hey. Er was alweer iemand in een vrachtwagen. Ja, wat doe ik? Ja, we houden het stiltegebied en dan komt ze weer met een vrachtwagen. Even kijken of je het gevonden hebt. Kijk, je hebt toch gezegd. We hebben het gevonden, ja. Dankjewel. Dank je wel. En daar is ook de spreuk van deze week op gebaseerd, dames en heren. Stacy in het stiltegebied, te loesten. Stees hier in het stiltegebied te loesteren naar de vogeltjes die fluiten, komt degene met zijn vrachtwagen aankuiten. Dit wordt het weer. Tot de volgende keer. Heb ze niks aan, Jos. Heb ze niks. Het is over een keer hartstikke stil. Kunt u zo'n brak langs rijden. Ja. Ja, maar we zouden wel fout in het begin. Hè. Ja, moest. Het is wel het goede stiltegebied geweest. Dat is wel. Luister eens wie stilte het nu is.